De gemeente Rotterdam gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van oud-raadslid Turan Yazir tegen de Turkse kant Sabah. Die schreef in maart 2017 dat Yazir een terroristenleider van Gülen is en een verrader. De rechter stelde vorige week dat de krant moet rectificeren, maar ze mocht Yazir wel een Gülenistenleider noemen. Nou, wat de rechter in ieder geval beoordeeld heeft als onrechtmatig, is dat, dat hij geestelijk leider zou zijn van een beweging in Nederland. En dat hij Nederlandse politie informatie zou doorspelen over Turkse Nederlanders. Dat heeft de rechter geoordeeld als onrechtmatig. Wat wel rechtmatig zou zijn, zijn uitingen inderdaad, zoals je zelf al aangeeft. En gerelateerd aan Gülen en daarmee dus terroristenleider. Dat vinden wij toch niet met elkaar passen. En daarom gaat de gemeenteraad in hoger beroep. Ze wil gelijk krijgen of niet. Dit is vlees nog vis, dit vonnis. Dus of het wordt vlees, wij krijgen gelijk, of het wordt vis en Sabah krijgen gelijk. Maar met deze uitspraak kunnen we heel weinig. Door de publicaties kon Yazir zijn werk als raadslid een tijd lang niet doen. En daarom is het een principiële zaak voor de gemeente. Ja, als gevolg van deze publicaties zijn er, en tenminste niet als gevolg daarvan, maar de samenhang tussen deze publicatie en een hele reeks aan bedreigingen aan het adres van de heer Yazir heeft ertoe geleid dat hij zijn werk tijdelijk niet kon doen. En dat hij zich genoodzaakt voelde om 4 maanden lang zich terug te trekken uit de gemeenteraad. En daarmee is natuurlijk het belang van onze gemeenteraad en onze lokale democratie in het geding gekomen. En dat maakt het zo principieel? Dat maakt het principieel, ja. Morgen in Politiek 010 veel meer over deze rechtszaak die ook gevolgd wordt in de Tweede Kamer. Vanaf 5 uur hier op TV Rijnmond.